train twee keer per week. En ja, drie keer, want ook nog wedstrijd, maar dat is niet trainen. Oké. Okay. En wat vinden jullie leuk aan golfen? De wedstrijden, training, de trainer zelf en je vrienden. Oké, okay, en wat vinden jullie leuk aan DEC? Een DEC vind ik van alles. Alles vind ik leuk. De activiteiten, van alles, ja. Oké, nou dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Ja. Hallo, ik ben Rick. Ik ben 9 jaar en ik zit in de EE. En hoe ben je bij Korfbal gekomen? Ik zocht een balsport en kwam hier en ik vond het leuk. En wat vind je leuk aan Korfbal? Dat je veel kan rennen, schieten en scoren. En hoe vaak moet je trainen? Twee keer. En heb je ook wedstrijden? Ja. En heb je al vaak gewonnen? Bijna elke keer. En ben je ook al eens kampioen geworden? Vijf keer. En wat vind je leuk bij DEC? Dat de meeste kinderen goed zijn en dat je heel vaak wint. En wil je nog iets zeggen tegen de kinderen op jouw school? Ja. Jullie moeten ook het golf van komen. Ja. Dankjewel voor het uitleg. Lenka, waar is Lenka? Gebruikend en op zijn tijd ook scorend. André Kuipers, speler van landskampioen DOS 46, is een van de grote mannen in het Nederlands team. En alles wat dit Nederlands team doet, hier scoort Kuipers de 5-1, staat in het teken van de voorbereiding op het komende NK. Ondertussen in het aanvalsvak. Duronjic. Een prachtige treffer van Leon Simons. Ongelooflijk. Een echte one-hander. En een prachtig doelpunt. Hier doet hij het. Leon Simons brengt de stand op 6-4 in het voordeel van PKC Lucas en Boer. Hoi, ik speel bij PKC in de Korfbal League, het hoogste niveau van Nederland. Het is echt super leuk om daar te spelen. Elke wedstrijd super veel mensen, super veel publiek. En dat geeft je echt een kick als je aan het spelen bent. Ook speel ik bij het Nederlands team. Wij trainen ongeveer 20 uur in de week. En afgelopen oktober zijn we wereldkampioen geworden. Hey, Francie. Oh. Hi. Vertel eens even, wanneer ben jij begonnen met korfbal? Ik ben begonnen bij DEC toen ik 3 jaar was. Oké, okay, en wat herinner je nog bij DEC? Nou, bij DEC is het altijd super gezellig. Mm-hmm. Je leert er echt heel erg veel van het korfballen en van de mensen die er zijn.
En als ik bij DEC kom, voelt het altijd als thuiskomen. Yes, Gemma. Come on, come on.